Ik zal maar niet vertellen wat we allemaal hebben gedaan, maar we hebben uiteindelijk wel wat maatregelen genomen om het ze wat moeilijker te maken. Prijzige GPS-systemen in landbouwvoertuigen zijn in trek bij rondtrekkende dievenbendes. Het is een vorm van criminaliteit die steeds meer voorkomt in ons land. En daarom worden in het buitengebied de schuren extra beveiligd. Want de dieven die gaan in een groep te werk en nemen de tijd om de apparatuur te demonteren. Er is vorig jaar voor 203 onderdelen van sets gestolen. En een item is een onderdeel van een GPS-set. Het schermpje, moet je aan denken, dan halen ze eruit. Dit is alleen de loonwerksector, dus de agrarische sector en de akkerbouw komt er nog bij. Ook in de Achterhoek in Bredebroek was het raak bij dit loonbedrijf. Ja, vorig jaar in september zijn 4 van deze GPS-systemen gestolen. Daarnaast zijn er ook nog 3 trekkerterminals meegenomen. Vergelijkbaar het dashboard van een auto ongeveer. Dus totaal 7 systemen zijn hier ontvreemd. De directe schade was denk ik rond de 100.000 euro. En als het weg is, zo'n systeem? Ja, dan gaat het weer zoals vroeger. Dan moeten we weer met de handen rondsturen. Nou, dit GPS-systeem dat gebruiken wij om recht door de velden in te rijden, tot 2 centimeter nauwkeurig. Er zijn politieregio's die bijvoorbeeld goed onderzoek doen, maar ook regio's die dat niet doen. Het zou ontzettend helpen als mobiel banditisme weer hoog op de prioriteitenlijst komt. Vanwege de diefstallen nemen loonbedrijven maatregelen. Ik zal maar niet vertellen wat we allemaal hebben gedaan, maar we hebben uiteindelijk wel wat maatregelen genomen om het ze wat moeilijker te maken. Registreer je apparatuur. Dat doe je met de stophelingapp. Demonteer je apparatuur altijd en berg het veilig op. Markeer je apparatuur met dit plastic labeltje. En signaleer afwijkend gedrag en rapporteer dat dan ook bij de politie. Ja, wees alert, want ja, voor je het weet dan zijn ze geweest.